Mijn naam is Emerson. Ik ben niet Anderson, want ik ben handsome. Ik voel me blij bij mijn moeder en mijn zusje. Mag ik dat opnieuw beginnen? Tuurlijk, ja. Oké. Okay. Mijn naam is Horikova. Mijn familie komt bij Ledwino. Ik ben een Somali. Ik hou van mijn school. Dat vind ik zo cool. Ik mis mijn oma en opa zo. Dit is het Slam Poetry project dat wij doen met onze eerste graadsleerlingen in OKAN. Er komt een rapper, Fatih de Vos, workshops geven om de leerlingen zelf een tekst te laten schrijven en te leren hoe ze die tekst kunnen rappen. En de bedoeling van het project is om een show, een toonmoment te hebben waarin de leerlingen hun tekst dus zullen rappen voor het publiek. Eigenlijk kan je zeggen dat rap een vorm van slam is. Waarom? Slam is eigenlijk een hip woord voor iets dat al eeuwen oud is, al van in de middeleeuwen en daarvoor ook zelfs. Dat is van afkomstig van gedichten voordragen. Kennen jullie allemaal gedichten? Poëzie? De meeste leerlingen bij ons zijn hier minder dan een jaar. Ik kom uit Sierra Leone. Ik was daar met mijn oma en papa. Ik ben 1 jaar in België en ik ben 6 maanden in Okken. Want mijn papa is gestorven, dus ik moet bij mijn moeder komen wonen en ja, om naar school te gaan. Maar het is goed. Ik heb veel vrienden, de leerkrachten zijn goed. Maar het is koud, dus ja. Ze moeten een tekst schrijven over hun thuis, waar ze zich thuis voelen. Dat kan zijn in hun land van herkomst, hun moederland. Dat kan in België zijn. Wie denkt dat hij zijn tekst goed kan? Jan Zijp. Mijn naam is Nadim, mijn vriend is Salim. Ik mis mijn land, ik mis Afghanistan. Ik mis Jalalabad, ik mis kebab. Maar ik mis Boral, mijn familieband. Het zijn grappige teksten, het zijn ook heel serieuze teksten, droevige teksten ook vaak. Het is een hele mix van emoties die je overkrijgt in het Nederlands van mensen die normaal heel moeilijk Nederlands kunnen. Mijn tekst gaat over ik, mijn familie en mijn vrienden en iedereen die ik heeft pijn gedaan. Iedereen die ik heb pijn gedaan sowieso, ja. En ik heb sorry tegen die mensen gezegd. Ik weet nog niet, maar ik doe mijn best om geen foute dingen te doen. Hip-hop, dat dringt nu pas door bij vele instellingen en zo en organisaties, dat hip-hop eigenlijk een heel toegankelijke, drempelverlagende methodiek is om jongeren zich te laten uiten. Mijn naam is Aziz, ik kom uit Afghanistan. Ik mis mijn familie, ik speel graag voetbal. 4 broers en 1 zus die allemaal heel ver zijn. Ik mis hen elke dag meer, ik wil gewoon bij hen zijn. Spreekdurf is zeker een zeer grote doelstelling van dit project. Als ze in de winkel hun best doen om Nederlands te spreken, dan hebben mensen al sympathie. Als je een tekst brengt op een podium, moeten mensen jou ook geloven. Als jij niet in jezelf gelooft, waarom zou iemand anders dan in jou geloven? Snap je wat ik wil zeggen? Zijn naam is Amir, zijn naam is Jawad, haar naam is Nevena. Zij beseffen het niet hoeveel Nederlands ze oppikken door dit project. En hoeveel ze ook van elkaar leren. Ik moet Nederlands leren, omdat ik moet leren en als ik wil een werk doen, ik moet Nederlands praten. En als ik wil een winkel gaan, ik moet ook praten Nederlands. Die klanken zijn moeilijk, maar de taal is mooi, de accent is mooi. En ik wil straks een dokter worden, dus ik denk dat is belangrijk. Oké, op het einde van het eerste deel zal meneer Fatih beginnen rappen en mogen jullie allemaal jullie vlag uithalen en ophangen aan de gordijnen. Vandaag gaan we eerst onze show nog eens oefenen, in 1 keer.
een generale repetitie doen. Daarna komt het publiek, een 40-tal personen komen kijken. En dan zullen de leerlingen de show opvoeren. Ik weet niet, ik ben een beetje bang en zo. Want ik weet niet wat de mensen gaan zeggen en zo. Ik hoop dat ze eerst en vooral heel trots zullen zijn op zichzelf. Dat verdienen ze ook. Maakt voor mij eigenlijk niet uit hoe het loopt. Natuurlijk zou het leuk zijn als alles vlekkeloos verloopt, maar eigenlijk ben ik er nu al trots op. Mijn naam is Horikal van mijn familie. Ik kom uit Pelleweno. Ik ben in Somalië. Ik hou van mijn school. Dat vind ik zo cool. Ik mis mijn oma en opa zo. Alsjeblieft, doe ook mee als je het al weet ondertussen. 3, 2, 1. Wij zijn van elkaar, wij liggen Nederlands. Van Palestina of van Afghanistan. Van Bulgaria, Somalië tot Iran. Er is weinig of iets dat ik niet kan.